mij niet in mijn gezicht. Het is zo mooi. Oké, goedemorgen. We zijn net begonnen aan de Tongariro Crossing. Het is 19,4 kilometer. En de zon komt nu op. We zijn nog met wat andere mensen. En achter me zie je de bergen. Oh. Knijp je in de video too? Yes. It's Dutch though. Oh. Ja, het wordt een zware dag. Het is ongeveer 8 uur lopen. Maar we hebben er zin in. Ik ben benieuwd. Oh, het is zo lang. Mooi. Oké. We zijn nog eventjes op pad. En ik ben echt moe nu al. Het is wel heftig. De trek is op en af en op en af. Maar ze zeggen dat het grootste gedeelte naar beneden is. Dat is het zwaarste, want dan ga je even krijgen die trilbenen. Maar iedereen loopt hier en daar. We hebben nog even te gaan. Oh, we zijn een stukje op de top. En no, it's just a video. Helemaal omhoog is nog 3 extra uur. Wij gaan het niet doen, want je moet helemaal een helm hebben en er kunnen stenen naar beneden vallen en zo. Maar het is zo'n mooi uitzicht, maar oh, mijn benen zijn echt kapot. Oh, hier is zoveel mensen en iedereen twijfelt om omhoog te gaan, maar ik ga het echt niet doen. Wauw, echt heel knap als je dat kan doen. Sowieso is het 8 uur of 10 uur lopen en dan dat met dat erbij nog 3 uur extra. Echt sick, echt knap. Wij gaan nog even verder, de zon begint lekker te schijnen, goed zonnebrand smeren. Ik ben al zo rood als ik kreeft, maar dat is door de warmte. Daar gaan we. Oké, dit is allemaal hartstikke lief, leuk en aardig. Helemaal plat. Maar we moeten daar naar boven. Ik weet niet of je het kan zien, maar daar lopen daar van die kleine miertjes. Dat zijn wij straks. Een stukje verder naar boven. We liepen net daar. Oh, je kan het echt zien. Sjok, op lekkere zweetkop. En you? Oh. View is stunning! Ik ben echt wel een beetje trots dat ik al zo ver ben. We staan nu op de top. We hebben al 8 kilometer gedaan. En het is best koud hier, maar ook wel weer warm en mooi. En honger en dorst en moe. Veel verschillende invloeden, maar wat gaaf zeg. Iedereen hier helpt elkaar en wacht op elkaar. Sommige oudere mensen met van die stokken, dus je denkt, hoe overleef je dit überhaupt? Dus je echt denkt, what the fuck. Hier zit wel zo'n mooi stenen plaatje. En net liepen wij dus daar beneden. Sommige mensen gaan ook daar Mount Doom op. Dat is van de Lord of the Rings film, daar ze de ring in hebben gegooid. Maar dat is nog een extra 3 uur en dat zag ik echt niet zitten. Dus ik ben al lang blij dat ik dit vol heb gehouden. Over 20 minuten komen wij in weer een heel mooi plekje. Dus dan ga ik jullie dat weer laten zien. Yes. Net gelopen en iedereen valt echt de hele tijd. Je ziet mij niet in mijn gezicht. Het is zo mooi. Even zo'n foto's maken. Het is, laat maar zeggen, dit losse zand. Iedereen glijdt de hele tijd uit. Het heeft ook wel weer wat. Yeah. We zijn nu onze weg naar beneden.
Kijk, wat een mooi uitzicht. Lekker. We hebben lekker muziekje op staan. Het is niet te warm, niet te koud. Lekker koud windje. Moet ik er nog een laten. Nee, maar lekker koud windje. En wat een prachtige dag. Mooie dingen gezien. Ik wist niet dat die kleuren echt zo mooi waren. Daar beneden zie je de carpark al. En die vrouw in die auto zei al. Ben je blij dat je de carpark ziet? Maar dan moet je nog vet ver. Dan moet je nog 3 kilometer met een trap naar beneden. Dat is dus erg niet te doen. Ik kan gewoon aan het eind denk ik niet geloven dat ik uiteindelijk echt 19,4 of 7 kilometer heb gelopen. Oh. Maar ja, nu dus alleen maar naar beneden. Gaat tot op nu toe nog wel goed. Ik ben benieuwd hoe laat het is, weet ik eigenlijk niet. We zijn om 7 uur begonnen. We zijn om 7 uur begonnen. En ik ben benieuwd hoe laat we aankomen. Normale mensen, Chinezen en zo, doen er 8 uur over. Oh, zo grappig. Die vriendin van mij die zegt de hele tijd. Of er komt een bus aan en er zit heel de zonnebloem erin. Met allemaal van die oudjes. Of er komt een bus aan met heel Chinatown erin zitten. God, al die toeristen. Maar goed, ik loop hier ook mezelf te filmen, dus. Fijn. Ja, we gaan nog even naar beneden. We hebben nog niet echt lunchbreak gehad. Maar we hebben ondertussen wel een beetje broodjes gegeten. Ik had super veel eten mee. Crackers, muslireepen, appel. En ik heb alleen een muslireep en een broodje op. Het gaat toch wel lekker. Nou, kijk. Daar moeten we nog heen. Maar eindelijk komen we een wc tegen. Zo. So, are we still excited? Oké. Okay. Beetje was een beetje zwaar, was alleen maar naar beneden. Mijn Achilles doet echt fucking pijn, echt niet normaal. 19 kilometer, ik geloof het gewoon niet. Het was echt fijn. Wel echt blij dat we het gehaald hebben. En man, ik ben wel echt kapot. Mijn voeten zijn kapot. 19 kilometer. Fijn. Oké. Okay. We're tired? No, we are not. Goedemorgen. We zijn op de groentemarkt of zo. Kijk hoe vet. Al die kleurtjes. En alles super goedkoop. Je hebt alles. Groente, fruit, watermeloen, druiven. Kool, aardappelen. Echt alles. En super goedkoop. Ik denk dat het wel 50 cent voor een avocado is. Zo, dat is echt niet normaal. En heel veel mensen.
terug. Wow. En allemaal van die pop-up tentjes. Wauw. Kijk hoe druk. Ja. Broccoli 1,50. Vind ik toch niet lekker. Ananas, groente, fruit. We zitten nu op de boot van Wellington naar Picton. En die boottocht duurde 3,5 uur ongeveer. En het is lang. Ik heb ook eventjes geslapen. Maar als je het uitzicht ziet, is het wel echt helemaal. En ik dacht dus, of nou ja, wij dachten dus, heel stoer van, vanaf Picton gaan we liften. En we hadden helemaal zo'n kartonnen bordje en een stift, zodat we de eerste 2 uur konden liften naar Mad Mansion. En we gaan hier op die ferry zitten, op die boot. En zo'n jongen vraagt dan ons, ja, waar gaan jullie als volgende keer, of waar gaan jullie nu heen? Ja, we willen liften naar Nelson. En hij zegt, oh, ik woon in Nelson, jullie mogen wel mee. What the fuck? We hebben nog niet eens buiten gestaan, of we hebben al een lift. Top. Dus we hoeven nu niet buiten met zo'n bordje te staan. Dus, leuk! Hij is ook een hele aardige jongen, dus we gaan zo meteen van de boot af. Dan gaan we met in zijn auto naar een hostel in Nelson. En dan zijn we alweer 2 uur verder zonder te betalen. Chill! Oké, het moment is daar. We gaan de Tim Tam Slam doen. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Dit zijn Tim Tams. En het zijn koekjes in Australië en Nieuw-Zeeland. En die zijn heel bekend en lekker en zo. En allemaal verschillende smaken. Maar de Tim Tam Slam is een bijtje van allebei diagonaal een hoekje eraf. En dan zuig je het in de thee en dan smelt het helemaal in je mond. En dat is het beste wat je ooit hebt meegemaakt. Zo. Maar ik heb het al een keer gedaan. Maar Tess is nog, die heeft het nog nooit gedaan. What's up? Hey. Oh, yes. En ik allemaal mensen hier. En ja, we gaan het nu proberen. Dus waar zou ik hem neerzetten? Yeah, the girls want to go get food, so... I know, I'm hungry as hell. Oh, yeah, man. I can't find my key. Everything's here. Here. As well. Okay, oh, we gaan eerst dus de afbijten. De puntjes eraf, zo, diagonaal. En dan zuig je dus de thee er doorheen. En dan moet je hem snel... Oeps, ik laat het even vallen. Dan moet je het snel allemaal zo in je mond doen. Dit is het. Oké. Ik ben er helemaal in. Ja? Zuigen. En nu in je mond helemaal. Dat gaat er niet. Oké, eerste reactie. Lekker. Lekker! Oké, dit was wel echt misselijkmakend. Oké, top. Lekker scherp. Kijk de thee nu. Ik was helemaal vergeten de video af te sluiten. Super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden met die grote Tangaroo Crossing. En de boot naar het Zuideiland. De volgende vlog die zal dus ook gaan over de dingen die ik daar meemaak. En dat zal ook super veel vets worden.
Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en een reactie achter te laten. Als je het leuk vindt, abonneren op mijn kanaal. Ook kun je me volgen op Facebook, Instagram, Snapchat en Polarsteps. Dat zal ik hieronder even neerzetten wat de naam daarvan is. Voor jullie misschien ook wel handig om uit te leggen. Polarsteps is mijn reis die ik afleg. Dan zie je precies de puntjes waar ik geweest ben met foto's erbij. Dus als je niet dingen op Facebook of Instagram ziet, zet ik het op Polarsteps. Die hou ik regelmatig bij op reis. Omdat ik het zelf gewoon heel leuk vind. Ja, precies die route zie je zo die je afgelegd hebt. En dan kun je zo foto's bij plaatjes of waar je iets speciaals hebt meegemaakt. Dan kun je er ook tekst bij zetten. Dus volg me ook even op Polarsteps als je dat nog niet gedaan hebt. En zou ik zeggen tot de volgende keer. Doei doei, tot volgende week zondag.